Als de wind in het Brabantse Deurne verkeerd staat, stinkt het bij Anita in de wijk naar rottend GFT-afval. Iedereen hier in de straat heeft last van die stank. Dit is dus de kwaaie pier. Ja, die schoorsteen. In Helmond dringt de geur van kippenmest door tot in de woningen. Deze mestverwerker op het industrieterrein zorgt al 8 jaar lang voor enorme stankoverlast. Wendt dit nou eigenlijk deze... Nee, het went nooit. Gadverdamme, sorry hoor, maar dit is echt goor. Op veel meer plekken in ons land komen burgers in opstand tegen stankoverlast en blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Kijk, wat ik van een overheid verwacht is openheid en eerlijkheid. Ja. Nou, en dat ontmoeten wij hier niet. Zembla onderzoekt waarom burgers die vechten voor gezonde lucht verdwalen in een juridisch en democratisch doolhof. Ze laten gewoon 4000 mensen gewoon in de stront zitten. Als je hierbij staan? Ja. Zo'n warme, ja, zo'n rottende, zo, ja, waar je eigenlijk zeg je maag van omdraait, zeg ik dan. Ja. Ik zat buiten en ik denk, god, zou Harry de buurman, zou die zijn GFT-container open hebben laten staan? De geur kwam een beetje ook vanuit van Harry's kant. Ja, nou kijk, als je dan hier zit, dan zie je die groene container staan. Dus ik denk, och, die heeft hij gewoon openstaan. Ja, 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 maar die zat dicht. Ja, maar toen dacht ik, GFT die gaat naar de Milieustraat. Daar zie je dan een grote schoorsteen staan. Dus je denkt, het is de Milieustraat. Hier, kijk. Je kunt van hier heel goed zien. Kijk, daar is de schoorsteen. De zoektocht van Anita Maassen uit het Brabantse Deurne begint in de zomer van 2017. Ze wil weten waarom het zo kan stinken in haar buurt. Het duurt even voordat ze doorheeft waar die weeige lucht vandaan komt. Volgens haar zit de boosdoener op het nabijgelegen industrieterrein Kranenmortel. Pal naast de Milieustraat zit een afvalverwerker, Atero. Dit is Atero. Met die grote schoorsteen, daar komt die stank uit. Vuilnisauto's rijden af en aan. Ze komen groente, fruit en tuinafval brengen. Dat wordt in deze fabriek gecomposteerd. Mag ik eventjes achter in je bak kijken? Oké, top. Ja, hier ruik je hem. Ja. Nou, dan moet je hem lekker warm maken en dan een hele lekkere, dikke, vettige lucht. Ja. Goeiedag, bent u van Atero? Als we Atero vragen of ze een verklaring hebben voor de stankklachten, krijgen we te horen dat het bedrijf niet wil meewerken aan de uitzending. Bent u hier... We maken hier niet filmen. Nee, maar we blijven ook hier. Van terrein af. We gaan naar de omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. En daar gaan we een petitie aanbieden. Namens alle bewoners die in de buurt wonen van het industrieterrein. Anita is erachter gekomen dat Atero fors wil uitbreiden. Met een flinke stapel handtekeningen is ze nu onderweg naar de omgevingsdienst. Deze organisatie gaat namens de overheid over de vergunningen. Ik ontdek steeds meer en ik word er eigenlijk niet blijer van. Het gaat niet om die bedrijven, echt niet. Maar het gaat meer om dat we erop kunnen vertrouwen. Dat de overheid zorgt dat het gewoon veilig is. En daar ben ik een beetje twijfels over te krijgen eigenlijk. Anita heeft een groep bezorgde dorpsgenoten gemobiliseerd. Meneer van de Wijkraad, wilt u dadelijk die dingen overhandigen? Als ze nu niet in actie komen, is het misschien te laat. De omgevingsdienst heeft de ontwerpvergunning goedgekeurd. Dit is het moment waarop je als burger protest kunt aantekenen. Stopt u wel eens uw hoofd vrijwillig in een groencontainer? Met carnaval misschien, maar verder niet. Nee. Nou, en 8500 inwoners van Deurne. Ambtenaren hebben feitelijk al een krul onder de plannen van Atero gezet. Met het indienen van een zogeheten zienswijze vragen Anita en haar strijdmakkers om nog eens heel kritisch naar de vergunning te kijken. En het vraagt eigenlijk om de uitbreiding en de activiteiten van Atero te stoppen. Want wat voor afval gaat er straks gecomposteerd worden? 273 handtekeningen. En wat komt er dan allemaal uit de schoorsteen? Nog eens 266 handtekeningen. Okay. Onze vergunningverlener gaat daarmee aan de slag. En dan gaan we kijken wat er uit de procedure... Omgevingsdiensten werken in opdracht van gemeente en provincie. Maar wat doen ze nu precies? We zijn onderweg naar Han ter Maat. Al 40 jaar ingevoerd in de wondere wereld van het omgevingsrecht. De aanvrager die vraagt iets aan. Hè? Die zegt, ik wil hier graag gaan composteren. Met zoveel hoeveelheden afval wat er komt. En dan moet het bevoegd gezag, in dit geval dat is de vergunningverlener, hè, gemeente, maar vaak de provincie, die voor grotere bedrijven bevoegd gezag is.
die moeten gaan beoordelen. Onder welke voorwaarden mag dat? Ja. Welke voorzieningen moet je treffen? En voorzieningen bedoelt u mee welke filters of welke schoorsteen erop moet? Of... Ja, en hoe hoog de schoorsteen erop moet. Dus dan moet jij als ambtenaar heel veel verstand hebben van techniek en van milieu. En... Ja, dat zeg je heel goed. En die moeten er ook maar zijn. Is die kennis daar aanwezig bij die ambtenaren die erover gaan? Nee, mijn ervaring is dat die kennis niet aanwezig is bij de ambtenaren die erover gaan. Niet? Niet, nee. Maar dat is dan best wel een pijnlijke constatering. Dat is ook een pijnlijke constatering, ja. In Helmond zorgt een fabriek waar kippenmest wordt gedroogd al 8 jaar voor enorme stankoverlast. Dit ruik je wel... Ja, dus de natte kippenmest die... Het is bijna... De droogtrommeling aan. Dit ruikt u ook in uw eigen wijk? Als de wind van die kant komt, dan... Dan is het ongeveer de geur die ook in de wijk ligt, ja. Dat het hier zo stinkt, heeft alles te maken met de vergunning, die volgens Bert aan alle kanten rammelt. Ik heb een analyse gemaakt van alle stankklachten. En dan zie je dat gemiddeld 100 dagen per jaar de kwestie is van serieuze stankoverlast. 100 dagen? Ja. Zo. En dat is, ja, dat is echt veel. Want het is niet alleen die 100 dagen, maar het is ook de angst van duidelijk draait de winter die richting uit en dan zitten we weer in de stank. De eigenaren van de mestfabriek willen ons niet te woord staan. Om beter te begrijpen waarom het in Helmond zo stinkt, gaan we kijken bij een andere kippenmestverwerker. Comeco in Dronten, van vader en zoon Groeneboom. Dit is gewoon nog verse kippenmest. Ja. U zit nu gewoon met uw handen in de stront, hè? In de stront. Oké. Okay. Oh ja, het is helemaal nat. Ik zie de veren zitten er nog in. Ja. Met de intensivering van de landbouw is het aantal mestfabrieken flink gestegen. En vrijwel overal leidt dat tot overlast. Want ja, stront stinkt. Zo! Ja, ja. En het is heel lastig om de stank die bij het drogen en composteren van mest vrijkomt, te filteren. Tot een aantal jaar geleden was het ook hier niet te harde, vertelt zoon Harry. Je ramen en je deuren moest je echt dicht laten. Het was dus echt een stinkfabriek? Ja, het was echt een stinkfabriek. Ja? Ja. En waren er ook veel klachten hier in het dorp? Regenen. Ja? Ze hebben enorme luchtwassers gebouwd, die de vieze lucht letterlijk schoonwassen. Dit is het eind van het hele was... De laatste stap. Bijna helemaal schoon. Mag ik ook even voelen? Ja, voel maar. De gemeente Dronten laat weten dat er momenteel geen problemen zijn met Comeco. Ben je trots op? Ik er, ja, super trots. Ja? Ja. Ja. Arno Bonte is sinds een paar maanden wethouder in Helmond. Een van de eerste dossiers waar hij induikt is de mestfabriek op het industrieterrein. Ik vind dat zo'n vergunning voor die mestverwerking nooit afgegeven had mogen worden. Want nee, die mestverwerking hier zorgt voor onacceptabel veel overlast voor bewoners. Maar nou bent u wethouder. Ja. En dit is uw portefeuille. Ja. Ja, wat doe je eraan? Ik kan hier, heel bot te zijn, op dit moment helemaal niks aan doen. Die kippenmestverwerker in Helmond, dat is echt zeker een dossier wat op zeker uw bordje ligt. Zeker, helemaal. Ja. Ja. Nou, wat vindt u van het dossier? Nou, dat is een complex dossier. Ja. Gezonde en veilige leefomgeving, daar heb je natuurlijk ook grote verantwoordelijkheid in als overheden. Ja. De verschillende overheidslagen. Dit moet natuurlijk opgelost worden, links of rechtsom. Voor grote bedrijven is de provincie bevoegd gezag, voor kleinere bedrijven de gemeente. Dat maakt het er niet overzichtelijker op. Wie moet er dan eigenlijk voor zorgen dat er dan geen overlast komt? Wie is daarvoor verantwoordelijk? Nou, dat is bevoegd gezag. Dat is degene die de vergunning verleent. Want die moet niet alleen vergunning verlenen, die moet ook toezicht houden. En als het misgaat met het toezicht, moeten ze ook handhaven. Ja. Dat is dus in dit geval de provincie vaak en de gemeente, maar het wordt uitgevoerd door de omgevingsdiensten. Dus dat is eigenlijk een hele belangrijke organisatie? Dat is een hele, voor de uitvoering van de vergunningverlening, het toezicht en handhaving, is dat de enige organisatie. Daarom vraagt Bert in 2015 aan de omgevingsdienst om in te grijpen. Daar kwam als reactie op dat ik niet ontvankelijk was, want ik woon op 1,5 kilometer afstand van bedrijf, dus rekenkundig kan ik geen last hebben van die stank. Oké, okay, en niet ontvankelijk betekent, u heeft hier helemaal niks mee te maken? Zo kun je het ook zeggen, ja. Ja. In rechtbankstukken lezen we dat de omgevingsdienst erkent dat er een fout is gemaakt. Ik lees nu dat de omgevingsdienst zegt, dit heeft als gevolg dat Den Oude, hè, dus de mestverwerker, buitensporig meer geuremissie mag veroorzaken dan bij de beoordeling van de aanvraag was beoogd en acceptabel was bevonden. Ja.
De omgevingsdienst geeft nu toe, we hebben een verkeerde vergunning die niet werkt. Zo zou je kunnen interpreteren. Ja. Maar wat heeft Bert aan deze schuldbekentenis? Want eenmaal vergund, blijft vaak vergund. Ik voer ook gesprekken met het bedrijf, hè? Want ik vind eigenlijk ook dat bedrijf zou zich dat ter harte moeten nemen. Los van elke regelgeving dan ook. Ja. Want je wilt de relatie met die omgeving goed hebben. En hoe gaan die gesprekken met het bedrijf? Nou, die gaan op zich, staan die er ook wel positief in. Die willen dat ook wel. Meent u dat? Maar ze moeten er ook wel naar handelen. Dan. Wij zien toch dat bedrijf gaat gewoon, als zij strengere regels krijgen opgelegd, dan gaan ze gewoon naar de rechter. Dat klopt. Ja. Toch? Ja. Dus, spreek ik ze ook op aan. Ik ruik nu een sterke lucht. Sterke afvallucht. Bij juridische geschillen treedt Cor Koenradi met zijn gecertificeerde neus regelmatig op als gerechtelijk deskundige. Ik ruik een compostlucht. Ik ruik nu geen compostlucht meer. Wat ruikt u nu? Daar loopt een kat hier. Ja? Ja. Ja, stop. Ja. En vond u het lekker ruiken? Of? Nee, dat is duidelijk een compostlucht. Dus dat is een hinderlijke geur. Uit cijfers van de Omgevingsdienst blijkt dat het aantal klachten over stank van het industrieterrein de laatste 2 jaar flink is toegenomen. Maar die meldingen hebben niet geleid tot onderzoek bij de compostfabriek. Mensen bellen en dan wordt die klacht genoteerd en dan wordt er vervolgens niet superveel mee gedaan. Nee, maar de richtlijn voor geur zegt je moet op een gegeven moment geuronderzoek ter plekke instellen. Dat staat heel duidelijk in de richtlijn geur. Ja, maar gebeurt dat? Nee, want dat moet je nagaan als ik hier een uur rond ga rijden. Dat kost weer €100 als je dat alle keren doet. Ja, die gemeente Deurne moet dat allemaal betalen. Ja, dus dat gebeurt niet? Nee, die denkt ook van, moet dat allemaal laten... Ja. Dus wat gebeurt er dan met die klachten van die mensen? Nou, die worden dan zogenaamd niet gecontroleerd. Nee. Volgens Atero veroorzaakt het bedrijf nauwelijks overlast. De woordvoerder schrijft dat mevrouw Maassen heel succesvol is geweest om een buurt mee te krijgen die tegen een industrieterrein in de buurt van een woonwijk is. Maar wat vindt u hiervan? Ja, ik vind het natuurlijk belachelijk. Kom op. En eerlijk gezegd, als je mensen gewoon in Deurne spreekt die daar langs fietsen, langs Atero, omdat ze naar school gaan, het stinkt daar gewoon. Yeah. Dus je kunt niet zeggen van ja, er heeft maar één mevrouw last van. In mei van dit jaar krijgt Atero toestemming om uit te breiden. Volgens de Omgevingsdienst gebruikt het bedrijf de best beschikbare technieken. Zijn dit nou unieke situaties? Nee, dat zijn geen unieke situaties. Nee, zo gaat het in Nederland. Dat bleek ook uit het rapport van de commissie van Aartsen over het functioneren van de omgevingsdiensten. Want die voeren het werk uit van vorig jaar, waarin klip en klaar staat dat het niet functioneert zoals het zou moeten. Als je er echt in verdiept, dan is het duidelijk dat het stelsel niet functioneert. En niet een klein beetje niet functioneren? Nee, maar niet. Gewoon fundamenteel niet? Niet, nee. Volgens de commissie van Aartsen moet het kabinet zo snel mogelijk actie ondernemen om de kwaliteit van de 29 omgevingsdiensten te verbeteren. De omgevingsdiensten zijn onbekend, zijn vaak onderbemand. Er is te weinig financiën, te weinig capaciteit. En daar moet een verandering in komen. De overheid faalt bij het verlenen van vergunningen, bij het toezicht en de handhaving. En dat heeft grote gevolgen. Het gaat over de gezondheid van de bodem, van het water, wat we allemaal gebruiken. En als dat niet deugt en als er naar de bodem van alles en nog wat weglekt, is dat een gevaar voor de gezondheid van mensen. Op veel plekken in ons land vechten burgers voor een gezonde leefomgeving. Zo ook Ger Broens. Hij maakt zich grote zorgen om wat komen gaat. Wat ik van een overheid verwacht, is openheid en eerlijkheid. Ja. Nou, en dat ontmoeten wij hier niet. De gepensioneerde leraar is lid van de dorpsraad van Buggenum. Een op het eerste gezicht lieflijk Limburgs dorpje aan de Maas. Hier, dit hele gebied, tot aan die spoordijk, daar ook waar die bomen staan, dat is allemaal vervuild. Dat is allemaal bedekt met een laag grond van ongeveer 50 centimeter tot een meter dik. En daaronder zit 12 meter vliegas. In dit vliegas, afkomstig van de energiecentrale die hier vroeger heeft gestaan, zitten giftige stoffen, zoals arseen en molybdeen. Het is een heel beladen stuk grond eigenlijk. Heel beladen. Ja. Heel beladen. Omdat de grond zo vervuild is, vindt hier regelmatig bodemonderzoek plaats. Het is belangrijk dat het gif zich niet via het grondwater verder verspreidt. Met dit soort pijlbuizen kun je dat controleren.
nummer van de put, denk ik. Pijlbuis 404? Ja. Volgens Ger is de overheid gestopt met het grondwateronderzoek. Precies nu er flink gegraven en gebouwd gaat worden. Hier stond een hele rij buizen. Naast de spoorlijn een hele rij buizen. En nu is dit nog over. Dus er wordt niet meer gemeten. Men gaat nu activiteiten op het terrein ontwikkelen. Men gaat gebouwen maken met 40 meter hoog. Men moet de grond in. Wat gebeurt er met het regenwater? Het regenwater gaat ook de grond in. En dat trekt naar de kiezelaar. Dus u vindt het eigenlijk een beetje onverstandig dat ze juist nu stoppen met meten, ja, ja. Terwijl ze daar beginnen met bouwen? Juist, juist. Dat is heel onverstandig. We bellen met de provincie Limburg. Ik heb contact gehad met mijn expert hier. En die heeft aangegeven dat de monitoring gewoon nog doorloopt. Zeker niet beëindigd. Dit is opvallend. We hebben namelijk ook de monitoringsrapporten opgevraagd. Daar zit een brief van de provincie bij. Uit 2019. Omdat de concentraties arseen en molybdeen in het grondwater stabiel zijn, adviseert de provincie om de monitoring na 9 jaar te beëindigen. Toen de energiecentrale tegen de vlakte ging, vond de overheid het niet nodig om de zwaar vervuilde grond volledig te saneren. Nu zijn er plannen om op dezelfde plek een afvalverwerker te bouwen. En ze beginnen met 700.000 ton. Dat gaat enorme geur, enorm kabaal opleveren. Door de ervaringen uit het verleden en de gebrekkige communicatie van de overheid maken de burgers van Buggenum zich grote zorgen. Ja, je wordt steeds wantrouwender. Of wantrouwen, je laat ik het zo zeggen, je gelooft de verhalen niet meer, omdat ze ook niet onderbouwd worden. Als mensen het idee hebben, ik krijg niet te horen waar het om gaat. En als omgevingsdiensten denken, ja, ik kan dat niet allemaal vertellen. Of een gedeputeerde houdt het allemaal weg. Dan worden mensen onrustig. Nou, en dan heb je groot gedoe. Anita is op weg naar de gemeenteraadsvergadering. Vanavond gaat er gestemd worden over mestverwerking op het industrieterrein. Eén van de actuele stankdossiers in Deurne. Ik heb het idee, maar dat weet ik dus niet zeker, omdat die teksten allemaal zo moeilijk zijn. Dat als de raad hiervoor tekent, dat het dan mag. Ze is het spoor een beetje bijster. Terwijl vrijwel alle politieke partijen zeggen dat mestverwerking in de buurt van burgers onwenselijk is, lijkt het erop dat bestaande bedrijven met rust worden gelaten. En die mogen uitbreiden. Niet alleen blijven zitten, maar ook uitbreiden. Wie is voor dit voorstel? En precies dat gebeurt. Dan is het voorstel hiermee aangenomen. Nieuwe mestverwerkers zijn niet welkom, maar voor bestaande bedrijven blijft uitbreiding mogelijk. Wat is er? Ze laten gewoon 4000 mensen gewoon in de stront zitten. Ik vind het gewoon... Ja, het slaat toch nergens op.